De bezuinigingsoperatie van de gemeente Leeuwarden heeft resultaten gebracht. In een tussentijdse evaluatie van het collegeprogramma constateren burgemeester en wethouders dat in 2015 een positief saldo van 6,7 miljoen euro wordt verwacht. Uiteraard wordt er nu al rekening gehouden met mogelijke tegenvallers. Maar er blijft toch een jaarlijkse bufferruimte van 1,5 miljoen euro over. Dat is voldoende om voor 24 miljoen euro aan eenmalige investeringen te doen. De gemeentelijke cofinanciering van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 is nu mogelijk en er is extra geld voor andere grote plannen als de herinrichting van het Harmoniekwartier en de Blokhuispoort. Het college van Leeuwarden verwacht dat elke geïnvesteerde 70.000 euro één volledige arbeidsplaats zal opleveren. Laat mij echt niks boven, douwe oude hoven, al binder torens veel mooier als hij. Een vriendelijke stem klinkt warmer bij u smem. Het is krijgt of er ze ook wat zingen gaat in mij. Leeuwarden, Leeuwarden, parel van het noorden.